kunstenaars hebben al sinds mensenheugenis een probleem met het inpakken en vervoeren en opslaan van hun kunstwerk. Tot nu toe gebeurde dat altijd in bubbelfolie. Ja, het nadeel daarvan is, los van dat het heel lastig is om het in te pakken, je moet er het juiste stukje erbij zien te vinden. Maar het is een eenmalig gebruik. Dus op het moment dat je het eenmaal ingepakt hebt in dat bubbelfolie, dan kan je dat eigenlijk gewoon weggooien. De Biyomap daarentegen is gemaakt van gerecycled materiaal. Maar nog veel belangrijker, het is ook een herbruikbare map. Je kan het keer op keer gebruiken om je schilderijen in te verpakken, te vervoeren, te transporteren en op te slaan.